Goedemiddag, dat is weer een tijdje geleden. Hè? Ik moet ook af en toe op de weg kijken, dus, of af en toe, ik moet het grote deel op de weg kijken. Dus, maar ik wou even deze video maken, omdat ik ga, ik kreeg van de week een linkje doorgestuurd, of een krantenartikel doorgestuurd door Erik. En met dat watermaatschappij Limburg in dit geval, want ja, in deze regio bevind ik mij nou nog, dat die de watertappunten weer operationeel gemaakt hadden na de winter. Kijk, er staan overal auto's. Dus dat de gratis watertappunten weer operationeel zijn. En nou ja, wist ik van één van die punten in het Sittard wel, maar daar kan ik niet met de bus komen. Dus die heb ik eigenlijk ook nooit gebruikt. Ik heb hem wel eens gezien en dat is zo'n punt waar je dan een flesje of zoiets onder kunt zetten. Maar ik heb daar nooit kunnen proberen of daar niet ook bijvoorbeeld zo'n grotere waterfles of zo onder past waar ik dan... mijn watervoorraad mee zou kunnen vullen. Maar het is Erik had mij een krantartikel doorgestuurd. Daar heb ik de link gevolgd naar de website. En daar staat een kaartje op met al die punten in Limburg. Nou, er zijn er dus veel meer ook in de buurt. En een van die punten die wou ik nou eventjes gaan bekijken of dat... of dat wat is. En dit punt ligt in Born. Het is onderdeel van de gemeente Sittard-Geleen-Born. En daar ben ik nu naar op weg. Ik rijd nu Born binnen, zie ik. Nou, even kijken wat het handigste is. Volgens mij kan ik beter hier rechtdoor gaan en dan kom ik op de grote weg uit. Ja, volgens mij wel. Dus en dan gaan we dat eens even bekijken. Dat is een punt volgens ligt aan de markt, aan de parkeerplaats, zeg maar. En daar kan ik dan ook met de bus komen. Dus dan kan ik de bus eigenlijk vlak bij het waterpunt zetten, hoop ik, neem ik aan, zo wat ik van de kaart kon zien. En dan kan ik eens eventjes testen of daar bijvoorbeeld zo'n grote. Zo'n grote fles onderpas, of dat ik ja, op een andere manier, of het bijvoorbeeld een trechtertje geschikt zou zijn of zoiets. Dus dan hebben we weer een extra mogelijkheid om flessen te vullen. Ik weet dat ik een keer, waar heb ik toen toch gestaan? Ik kom er even niet op, maar ik heb daar een kaartje van achter in de bus hangen van die plaats. Durf het even niet te zeggen. En daar heb ik toen ook, maar daar kon ik gewoon mijn grote waterfles eronder zetten. Dus het kan zijn dat dat er verschillende watervulpunten zijn. Ik weet eigenlijk ook niet of die in Limburg allemaal hetzelfde zijn. Of dat allemaal van die punten zijn wat ik dus zei van die wat midden in het Sittard ergens staan, maar waar ik niet bij kom, waar je alleen maar een flesje onder kunt zetten. Maar het zal heel goed kunnen dat... dat er ook andere punten zijn. Dus ik ga deze zo meteen bekijken en dan ik zal het jullie laten zien. Dus ja. We zijn in Born. Zoals ik net al zei, ik heb eigenlijk niet zo goed gelet op het feit of het raam schoon is of niet. Ja, redelijk. Dus het zou moeten kunnen. Dit is het laatste stukje. We komen zo meteen op de markt, het oude marktplein naast het kasteel in Born. Dus ik denk, ach, zet dat stukje ook even aan. Dat is misschien ook wel leuk. En dan kunnen we samen zien of we het watertappunt kunnen ontdekken. Dat zou aan de rand van de parkeerplaats moeten liggen. Dat is eigenlijk een beetje... Ja, hier is het plein. We moeten hier even naar rechts om die parkeerplaats op te
draaien, geen fietsers. En dan kunnen we hier naar links. En dan zie je hier het witte hiervoor, dat is het kasteel. Dat is de hoeve die erbij hoort. Er zit hier nog een oude kasteelruïne met een dierenpark dat je kunt bezoeken. En dan zou dat waterpunt ergens aan de linkerkant, oh daar zie ik het al. Nou, dan kunnen we de bus gewoon naast zetten bij de bushalte. Kijk, hier rechtdoor is dan het dierenpark. Hier zijn ze ook weer tegenstander aan het aanleggen, zie ik. Nou, en dan is hier het watertappunt, zie ik. En dat is zo'nzelfde punt als wat ik ken. Nou, eens even kijken of daar de mond van mijn die grote vulfles niet hierbij kan. Nou, ik ga de bus hier eens plek genoeg, dus ik ga hem gewoon zo even laten staan. Nou, ik neem jullie mee naar buiten. Oh, kijk, ja, hij neemt op. Ik heb hier de fles die ik gebruik om te vullen. Dus ik heb het dopje alvast even eraf gehaald. En dan gaan we even, onder de kraan houden. Kijk, daar staat hij. Dus even. Even kijken, ik ben nou voor de eerste keer met de gimbal bezig. En dan moet ik hem en dan zo. Even kijken of dat gaat met een hand. Hij past er in ieder geval onder. Kijk eens aan. Ideaal. Dit is dus gewoon drinkwater. Wat ja, plaats je waterflesje, tappunt, houd de knop ingedrukt. Knop los, bij warm weer eerst laten lopen voor gebruik. Ah, het is niet zo, het gaat niet zo heel snel, dat zie ik. Kijk. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk als je zo je water kan vullen. En dit zijn dus die, die waterpunten die ja, door heel Limburg staan. Dus we gaan zo op deze manier... Ik gebruik dit water zo meteen om, dit is dus ook gewoon drinkwater, dus ik kan zo meteen mijn, het begint zwaar te worden. Met één hand. Hij leunt tegen mijn knokkels aan. Ik kan hier dus ook mijn, mijn glazen drinkwaterfles gewoon vullen. Kijken, daar is de bus. Dus dat zal ik zo meteen ook... even doen. Nou, deze is bijna vol. En dan laten we hem gewoon los. En dan gebruik ik dit om een... nou. Kijk. Dat is handig. Hopla. Ja, dit hebben jullie ook niet gezien. Hè? Dit is nog een uitbreiding die vrij recent is aan de bus. Vrij handig moet ik zeggen. Ik kan dit ook een sitje gebruiken. Dus ja. Nog even kijken. Ik moet nog even wennen aan, aan de gimbal. Maar dat zal in ieder geval ervoor moeten zorgen dat jullie minder schokkerig beelden krijgen als ik loop. Dus nou, ik ga hoe heet het? De jerrycan even de dop eraf halen en dan kunnen we dit water even erbij kappen. Ik heb, dat zal ik jullie ook even laten zien, kijk, ik heb hier mijn, even kijken, draai een beetje, ja, andere kant omdraaien wel eens, ja. Hier mijn jerrycan staan en op zo'n manier dat ik er nou van buiten uit kan ik bijvullen, zeg maar. Dus ik heb de dop er even afgehaald. Ik kan deze nog ietsjes opschuiven, ik niet genoeg plaats heb om met die fles te gaan. Maar ja, ik kan dat natuurlijk niet doen terwijl ik jullie zo met de camera in de handen heb. Dus, maar ik dacht,
laten toch even kijken. En dan, ik zal jullie dit hele meubel en dergelijke dan in de tour die ik nog moet doen, nog eventjes laten zien. En dus, maar ik ga nou even het water bijvullen. Kunnen zien, het is, ja, ik weet niet eens of het helemaal erin past, want zo heel veel uit is er nog niet. Nou, de hele 5 liter zit erbij. Nou, zo goed als vol. Ik zal er een heel klein beetje bij kunnen. Dus ik ga eventjes mijn glazen fles uit de kast pakken. Gelijk de rotzooi allemaal die ik in de kast heb staan. Dus dit is zeg maar de fles waar ik mijn drinkwater normaal in heb. En dan gaan we die ook even vullen. Even kijken, ja, er is wel water bijgevuld en hier recht tegenover ligt een supermarkt, Aldi, dus daar zijn we ook heel eventjes binnen geweest. Dus dat is wel handig, dat je dan gelijk even naar de supermarkt kan en je water bijvullen. Ja, als je wil kun je hier ook nog naar het dierenpark. Er ligt nog een pizzeria shawarma tent. Voor het even naar links afslaan, voor mezelf ook. Nou, huiskoop hoeven we niet. Je kunt je haar laten doen, dat doe ik zelf. Kantoor, vakhandel, vakantieboeken, hoef ook niet, daar hebben we een bus voor. Bloemenwinkel. En hier, Coquette Beauty. Nou, ik ben al knap genoeg, zeggen ze. Even kijken, Anytime, snackbar, een drogist, een Hema. Oh, dat wist ik helemaal niet, dat ding hier zat. En nog een supermarkt, Jumbo. Ja. Dat is handig. Meststroom is een bakker. Dat is ook altijd handig. Een kruidvat ligt hier nog. Delicaza. Lijmkaas, vlees, noten. Oh. Nou, er ligt nog meer als ik gedacht had eerlijk gezegd hier. Dierenkliniek. En nog een parkeerplaats achter de Jumbo. Dus dat is ook handig. Top Toys, speelgoed, gedoe. Nou, dat heb ik ook niet nodig. Ja, en makkelijk parkeren met een camper hier. Dus kijk, hier zijn ook vakken, maar daar achter de Jumbo was dus een groot parkeerplaats. Ik ben er niet opgedraaid, maar het zag er aardig groot uit. Het plein waar ik net gestaan heb, bij het watervullen, nou ook plenty. Winkels allemaal dichtbij op loopafstand. Ja, super. Nou, dat was een informatief videootje. Even laten zien hoe ik water dus ook hier nou makkelijk kan vullen.
Ja. Dus dit was het voor deze video. Ik rij nu richting Sittard. Ik ga eventjes ergens een kop koffie drinken en nog een beetje werken. En ja, dit was het voor deze video. Hebben jullie vragen, opmerkingen, reacties onder de video graag? Altijd leuk, je krijgt altijd een antwoord. Heb je nog tips en ideeën voor andere video's? Ook achterlaten. Wie weet kan ik daarmee aan de slag. Ik heb nog een paar ideeën om dingen te doen in de komende dagen. Maar ja, het weer heeft niet zo. Ik vind het altijd, ja, het is toch wel leuker en ziet er mooier op film uit als het zonnetje een beetje schijnt. Maar als het goed is, zou het dit weekend beter gaan worden. Het is wellicht dat ik nog één of twee video's kan maken voor jullie. Even een korte update over mijn plannen om richting het noorden te rijden via Noord-Nederland en Noord-Duitsland naar Denemarken. Die moet ik helaas even op, niet op de lange baan, maar in ieder geval tot na de Pasen doorschuiven door wat privé-issues waardoor ik op het moment eigenlijk nog niet weg kan. Want anders had ik na dit weekend eigenlijk aanstaande maandag had Bo een afspraak in de salon dan weer. En dan had ik eigenlijk de woensdag daarna willen vertrekken. Maar die afspraak voor Bo die heb ik ook met anderhalve week. Dus dat vlak voor de Pasen kunnen opschuiven. En dan, zodat zij geknipt het vlak voordat we vertrekken. En dan hoop ik eigenlijk dat ik daags na Pasen ook vertrekken kan. Ja, daar ga ik volgens nog vanuit. Zodat jullie ook even een beetje weer op de hoogte zijn. Want ja, ik heb natuurlijk vaak genoeg gezegd dat ik richting Denemarken zou gaan in mijn video's. Maar dat moet ik dus even ietsjes opschuiven helaas. Vond je deze video leuk? Liken natuurlijk, dus duimpje. Bijna niet geabonneerd, ja. Abonneren natuurlijk. Niet vergeten op het belletje te klikken. Dan krijg je automatisch een berichtje als ik een nieuwe video online zet. Ja, en op het moment heb ik geen schema of zo, maar is het net hoe het uitkomt. Dus dan is dat zeker handig dat je even melding krijgt wanneer er een nieuwe video online staat. Dus ook even doen, op dat belletje klikken. En zoals ik al zei, laat een reactie achter, altijd leuk. Ik krijg altijd antwoord, dus... Nou, dat was het voor deze video en ik hoop jullie natuurlijk weer in de volgende video te zien.